valt wel iets te kiezen. Bijvoorbeeld op het thema woningbouw. De komende 10 jaar moeten er misschien wel 1 miljoen huizen worden bijgebouwd. De vraag is dan, moeten gemeentes dit dan regelen? Of misschien toch weer het Rijk? En die vraag hebben we ook gesteld op onze sociale media. En Miranda van Lammeren die is hier om te vertellen wat onze volgers hierop hebben geantwoord. Miranda. Ja, nou, we hebben weer veel reacties gekregen, dus ik heb er een paar uitgepikt. We beginnen bij Ferry. Die zegt, een wijs man zei ooit, in gelul kan je niet wonen. Het bouwen van woningen is een overheidstaak en dus moet het ministerie van Volkshuisvesting gewoon weer terugkomen. Nou, Jos die vraagt zich af, is er al een duidelijk wat de lokale politiek wil en kan bouwen? Zijn dat bij elkaar genoeg sociale huurwoningen en koopwoningen voor starters? Is alles wat aan lokale plannen ligt, sociaal, starters en andere woningen, al bij elkaar die 1 miljoen woningen? Dan geef ik de voorkeur aan het bij lokaal te houden. Nou, dan zegt Carmen er ook nog iets over. Zij zegt dat er gebouwd moet worden, dat is een feit. Maar waarom op plekken waar veel groen is? Maak van de leegstaande gebouwen woningen of gooi deze plat en bouw er flats op. Nou ja, Martine die vindt die 1 miljoen woningen wel een beetje overdreven. Zij zegt, nou, dacht het niet, waarom? Maar Rick zegt juist, nou, binnen 1 jaar graag die woningen gebouwd. Nou, er zijn dus heel wat meningen over, waarschijnlijk ook in de politiek. We stellen vast, in vrijwel het hele land bestaat een woningtekort. Om dat op te lossen willen verschillende partijen de komende 10 jaar dus 1 miljoen huizen bijbouwen. We gaan in gesprek met Daniel Koerhuis van de VVD. Hij is nu al Kamerlid en ook weer kandidaat. En kandidaat Ellie van Wageningen. Zij staat op de lijst van de ChristenUnie en woont in Lelystad. Allebei welkom. Dankjewel. 1 miljoen huizen in 10 jaar tijd. Dat is een enorm aantal, meneer Koerhuis. Ja, dat is inderdaad een enorm aantal. En daar moeten we plannen voor maken. Ik ben mijn Kamerlidmaatschap begonnen met de minister te vragen, hoeveel plannen hebben we nou in Nederland? Nou, daar hebben we er te weinig van om die 1 miljoen huizen te bouwen. En zoals jullie bekend heb ik toen het voorstel gedaan, hé, laten we eens naar Flevoland kijken. Ja. Ooit ingepolderd, onder andere voor woningbouw. Ik heb veel werkbezoeken er afgelegd. Ik kom ook uit de buurt, uit Overijssel. Ik rij vaak door de prachtige provincie heen. En ik kwam al snel op die werkbezoeken op 100.000 woningen aan ruimte. De minister is op onderzoek gegaan en samen met de provincie en de gemeente in Flevoland. En die komt al op bijna 150.000 huizen. Dus Flevoland kan inderdaad goed zijn bijdrage leveren voor die miljoen huizen. Ja, Ellie van Wageningen van de ChristenUnie, voormalig wethouder in Lelystad. Bekend met de situatie hier eigenlijk. Ja, niet alleen in Lelystad, misschien ook wel van de hele regio. Dat probleem van dat woningtekort is natuurlijk erg groot. Maar ja, 100.000 woningen in Flevoland, past dat wat u betreft? Nou, het bijzondere is, wat werd net ook gezegd door de luisteraar, hè, van laten we nou kijken waar plek is. En dat weten lokale bestuurders weten dat goed. En in Almere en Lelystad, het staat ook in ons verkiezingsprogramma, is er juist ook plek om buitenstedelijk te bouwen. Dus in de uitleglocaties die er rond de stad zijn. Dus ik denk dat dat juist in Lelystad en Almere heel erg goed kan. Waar je wel heel erg op moet letten, en dat hebben we in Lelystad natuurlijk gemerkt, is dat je wel kwaliteit moet bouwen. Dus je moet echt kijken naar het hele plaatje. Hoe zit het met de mobiliteit? Hoe zit het met de landbouwgrond? Hoe zit het met de natuur? Hoe zit het met de klimaatadaptatie? Dus je moet dat allemaal wel in goede samenhang bekijken. En op die manier moet je eigenlijk niet voor 1 generatie bouwen, hè, wat een beetje dan goedkope bouw is, zeg maar, waar we in Lelystad een beetje allergisch voor zijn geworden. Maar dat je echt een mooie, kwalitatief goede bouw neerzet, wat ook duurzaam is. En ik denk dat dat echt moet gaan bijdragen aan de woningtekorten. Maar dat betekent dus ook investeren, meneer Koerhuis. Bent u daar dan ook toe bereid? Jazeker. Ik heb de minister ook gevraagd dan ook zeker een IJmeerbrug op de agenda te zetten. Dus hè, in ruil voor die 100.000-150.000 huizen moet er inderdaad ook ontsluiting zijn. En daar hoort een IJmeerbrug wat betreft de VVD bij. Dus er is nu een ontsluiting van Almere naar het zuiden over de A6 naar Noord-Holland. En dat moet eigenlijk ook naar het westen toe over het IJmeer naar Noord-Holland. En niet alleen dat, ook de N50 en de A27 hebben gewoon een kleine upgrade nodig. Ja, wil je ik onderbreek u even, want u heeft het vooral natuurlijk over infrastructuur. Hè? Ja, daar komt het meestal wel goed mee. Maar ja, het gaat natuurlijk ook wel over hoe hou je zo'n gebied leefbaar als je er ineens 100.000 woningen bij zet. Dan verdubbel je soms wel eens een stad. Hoe kijkt u daar tegenaan, mevrouw van Wageningen?
Nou ja, als je kijkt naar Lelystad, wij hebben nu 80.000 inwoners en we willen eigenlijk heel graag groeien naar die 100.000 inwoners waar we ook ooit voor zijn gebouwd. Dus op zich is dat, het vergroten van de stad, geen probleem. Waar je wel heel erg op moet letten, is dat je ook blijft investeren in de leefbaarheid van de stad. En dat betekent ook dat de oude wijken, zeg maar, dat die leefbaar blijven. Dat je dus niet een trek krijgt naar de randen van de stad en dat dan de oudere wijken zeg maar niet mee profiteren. Dus ook daar is voor nodig om te investeren. Ja, de Rekenkamer in Lelystad zei onlangs, bouw van 10.000 woningen is vragen om moeilijkheden, toch, mevrouw van Wageningen? Nou, niet als je kwalitatief goed bouwt en als je ondertussen ook kijkt naar de hele leefbaarheid van de rest van de stad. En dat moet je meenemen, want het moet ook aantrekkelijk zijn om hier te wonen. Dus je moet het echt in samenhang bekijken. Waar willen mensen graag wonen? Goed onderwijs is nodig, goede onderwijshuisvesting is nodig, cultuur is nodig. Alles is nodig om een stad mooi leefbaar te maken. Dus je moet, en daarom zeggen we ook, bekijk het in samenhang met elkaar. Kijk naar wat er nodig is voor de duurzaamheid en voor milieu. Maar kijk ook naar de hele leefomgeving. Hoe willen mensen met elkaar samenwonen? En op die kwaliteit moet je bouwen. Ja, meneer Koerhuizen, wij krijgen heel veel reacties binnen over sociale huurwoningen bijvoorbeeld. Dat maar er vooral bijgebouwd moet worden. Daar is een enorm tekort naar. Wachtlijsten zijn heel erg lang. Ja, als VVD'er, hoe kijkt u naar die vraag? Ja, het tekort aan sociale huurwoningen is een schijntekort. Het ministerie heeft ook in kaart gebracht. Er zijn in heel Nederland zo'n 110.000 actief woningzoekenden naar sociale huurwoningen. Maar er zitten bijvoorbeeld bijna 250.000 hoge inkomens in sociale huurwoningen. Dus we moeten bouwen voor die doorstroom. En om aan te sluiten bij de discussie in Lelystad, daar moeten we dus ook vooral middenhuur en koopwoningen bouwen. En zelfs voor die doorstroom van die hoge inkomens, dure huur en koopwoningen. Zodat we die sociale huurwoningen behouden voor mensen die het echt nodig hebben voor lage inkomens. Ja, bent u het daarmee eens voor wat betreft de Lelystadse situatie, mevrouw van Wageningen? Nou, zeker moet je kijken naar de doorstroming. Hè? En wij willen ook 1 miljard investeren in woningen voor senioren. Die kunnen dan doorstromen, zeg maar, naar een seniorenwoning. En plezierig wonen is ook belangrijk. Hè? Waardig wonen noemen wij dat. En die woningen kunnen dan ook weer beschikbaar komen voor andere inwoners. En aan de andere kant vinden wij het ook belangrijk dat je het goed verdeelt over het land, zeg maar. Waar je sociale koop en huur bouwt en waar niet. Want wij hebben gemerkt in Lelystad dat je die verhouding goed moet hebben. En wij hebben gezegd 30-70 in ons verkiezingsprogramma. Dus alle gemeenten moeten hun aandeel nemen in het bouwen van sociale huur en sociale koop. En ja, u wilt niet dat er te veel mensen met een kleine beurs naar Lelystad komen, omdat daar dan heel veel sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat bedoelt u eigenlijk te zeggen? Nou, dat probleem hebben we in het verleden natuurlijk heel erg gehad, hè? Dat dat uit evenwicht was. En dat wil je niet voor een stad, want je wil voor alle mensen een goede stad zijn, maar dan moet je wel evenwicht hebben. Ja, laten we even kijken wie dat nou moet gaan aansturen, hè? Dat bouwen. De VVD zegt, meneer Koerhuizen, dat moet de provincie en de gemeente maar bepalen. Ja, hebben die genoeg slagkracht voor zo'n grote woningbouwopgave? Nee, dat zegt de VVD. De VVD zegt meer landelijke regie. En dat komt in allerlei kleuren en smaken. Als we dan naar Flevoland kijken, die pakken de bal heel goed op. De provincie is enthousiast, de gemeenten zijn enthousiast om te bouwen. En dan is het inderdaad een kwestie van meekijken naar bijvoorbeeld een IJmeerbrug. Hoe we dat gefinancierd krijgen. En inderdaad, als er inderdaad ambtelijke ondersteuning nodig is voor het ontwikkelen van plannen. Ja, daar kan ik me ook goed voorstellen. Want dit is voor een provincie als Flevoland echt wel een hele kluif om 150.000 huizen te bouwen. Dus dan kan ik me heel goed voorstellen dat er ook ambtelijke ondersteuning nodig is. Ja, misschien zelfs wel weer een aparte minister van Volkshuisvesting, hè? Zoals ook de ChristenUnie wil. Ja, dan heb je het over een minister. Voor andere partijen gaan verder. Die willen echt een nieuw ministerie, een nieuw gebouw bouwen. Ik denk dat de mensen thuis daar niet op zitten te wachten. Die willen vooral dat we huizen gaan bouwen. Maar een aparte minister kan ik me heel goed voorstellen. Wat kunt u nou, denkt u, echt binnen de komende 4 jaar regelen voor de mensen die dus met een enorm probleem zitten? Monica Verschuren, die nu al 5 jaar eigenlijk in een containerwoning woont, waar ze eigenlijk niet in wil zitten. Ze wil gewoon een huis kunnen kopen onder de 2 ton. Ja, nou, daar hebben we onder andere de versnelling van binnenstedelijk bouwen voor. Dus daar kun je echt snel de schop in de grond doen. Want daar liggen heel veel voorzieningen en infrastructuur ligt daar al. Ja, op middellange termijn, maar dat gaat niet binnen die 4 jaar gebeuren, moeten we buitenstedelijk gaan bouwen.
ja, binnen die 4 jaar is er toch inderdaad veel meer van die flexwoningen plaatsen. Want die staan klaar in de fabriek. Klaar om uitgerold te worden en gewoon op een locatie te worden neergezet zoals we net zagen. Maar ook transformaties. Door corona zullen toch nog wel wat meer kantoorpanden leegkomen. En dat zullen we nog meer moeten gaan transformeren. Maar moeten we toch ook niet heel eerlijk zijn, mevrouw van Wageningen, dat de komende jaren dit probleem absoluut niet gaat worden opgelost? Nou ja, ik ben het eens met wat Daniel zegt. Bouwen. We moeten natuurlijk proberen om heel snel te gaan bouwen, zodat er meer woningen beschikbaar komen en leegstand ook transformeren. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma daar ook ideeën over hoe je dat ook aantrekkelijk kunt maken, hè, qua financiën. En ik denk dat we voor de starters, hè, want Monica is een starter, maar eigen kinderen hebben ook dezelfde leeftijd, om daar ook toch aantrekkelijke fiscale voordelen voor te hebben. Of bijvoorbeeld bij een lening, zeg maar, bij je eerste lening voor een woning, om daar ook financiële tegemoetkoming voor te hebben door bijvoorbeeld iets met Maar dat starters dus financieel ook ondersteund kunnen worden. En als je die doorstroming daarnaast ook nog realiseert, dan kunnen de starters ook weer beginnen. En wij hebben gezegd, de hypotheekrenteaftrek, jarenlang een heilig huis geweest, maar dat heeft tot gevolg gehad dat de woningen gewoon heel erg veel duurder zijn geworden. Dat is eigenlijk het enige effect van die hypotheekrenteaftrek geweest. Dus als we dat langzaam afbouwen, dan kunnen de woningen ook weer goedkoper zijn. Want nu geven mensen soms de helft van hun geld uit aan wonen. En maar dat de status niet mee. Niet goed. Juist starters maken gebruik van die hypotheekrenteaftrek, want die staan nog aan het begin van hun wooncarrière. Dus het is een lastenverzwaring voor starters die een huis kopen. Ik zou vooral die hypotheekrenteaftrek in stand willen houden. Nou, dat is helder. Laten we, want jullie verschillen van mening op dit punt. We zijn door de tijd heen. Dat is eigenlijk een beetje altijd het makken. Heel erg bedankt voor jullie deelname aan dit gesprek. Daniel Koerhuis van de VVD, Ellie van Wagening van de ChristenUnie. En er zijn natuurlijk veel meer ideeën over de woningbouw bij alle andere partijen. Nou, die standpunten rondom de woningbouw, die zijn te vinden op onze website flevolandkiest.nl.